Oh, dat is het finish. Ik ga helemaal bewegen. Ja? Oh, ziek. Opeens komen alle muren op me af. Ik kreeg het heel erg benauwd. Hoi, ik ben Bastiaan. En ik ben Jiva. En welkom in ons drugslab. Ja, om de week proberen wij verschillende soorten drugs uit om te kijken wat voor effect het heeft op ons lichaam. En ben jij nou benieuwd naar een bepaald soort drug? Laat het dan even weten in de comment. En misschien heb je nog een leuke locatie. Laat het dan ook even weten. Ja, en deze week waren... Daan, Tjitse en Clea. Heel erg benieuwd naar truffels. Ja. En waar wil jij dat heel graag een keer doen, Bastiaan? Nou, ze wilden een mooie locatie. Wat is nou mooier dan de Amsterdamse grachten? Dat klinkt top! Nou, dit zijn onze truffels en wij hebben de Atlantis. Het heeft een hallucinerend effect. En het ziet er een beetje uit als kleine walnootjes. En eruit naar aarde en niet lekker. Hoe sterk je truffels zijn hangt van heel veel verschillende factoren af. Sowieso hangt het af van welke soort truffels je gebruikt, want het is een natuurlijk product, dus dat kan heel erg verschillen. Maar het hangt ook af van hoeveel je van tevoren hebt gegeten, hoeveel je lichaamsgewicht is en hoe je je sowieso voelt. Over het algemeen kan je zeggen dat 5 tot 10 gram zorgt voor een lichte trip en 10 tot 15 gram ga je echt wel meer van trippen. Ja. En dat ga jij doen, toch? Ja, ik ga voor 11 gram, heb ik besloten. Lijkt en dat is ook wel een goede dosis. Ja. Dus dan gaan we even afwegen. Oké, dat is 7. Oh, dat is nog wel meer dan ik dacht eigenlijk. 11 gram. Nou, ben je er klaar voor? Ik wel. Ik zou zeggen, Bastiaan, pak je roeispaan. Ja, en gaan. We zijn op de boot. Yes. Lekker. 11 gram truffels. Het is best wel veel inderdaad. Ja, truffels zijn het beste om te eten op een lege maag, omdat je de effecten dan veel sterker voelt. En ook wanneer je goed koudt, wordt het werkzame stof beter opgenomen door je mondslijmvlies. Dus je moet echt doorkouwen, dat is ook al vind je het vies. Ja, je kan niet zo gaan en wegdoen. Nee. Je moet echt goed kouwen. Ja. Oké. Ja, begin maar, ik denk dat je nog wel even bezig bent. Ja. Oké, denk aan iets lekkers. En niet stiekem doorslikken. Nu al. Het ruikt ook echt zuur. Oh. En dit was pas de eerste. Ja, maar je moet echt, ik zou meerdere en dan gewoon blijven kouwen erop. Ik denk als je een plant uit de grond trekt en die onderkant op eet, dat dat hetzelfde smaakt. Ja, heel aardachtig, ja. Hè? Ja. En dan ook heel zuur, hè? Er zijn mensen die, omdat het zo vies smaakt, er ook wel thee van maken of soep. Dat kun je ook doen. En je kunt het zelfs als je de truffels droogt roken. Maar dat wordt niet echt aangeraden, omdat het effect dan veel minder sterk is. Oh, wat is het vies. Ja, het is echt vies, hè? Als je dus al met een volle maag aan de truffels gaat, dan is de kans ook groter dat je misselijk wordt. Dus dat is ook verstandig om op een lege maag te doen. Nou, een dikke tip. Als je de smaak zo vies vindt dat je er echt niet doorheen komt, je kunt een beetje pindakaas of iets anders pakken wat een beetje sterke smaak heeft. En dan moet ik dit hierin doen? Ja, hopelijk proef je het dan wat minder. Maar inderdaad, je moet wel echt blijven kouwen. Nou, daar gaat hij. Helpt wel. Toch? Want nu proef je niet echt wat het precies de pindakaas is en wat de truffels zijn. Zou ik dit gewoon zonder pindakaas nemen? Ja. Ik kan. Dat kan jij. Goed zo. Alles. Voor de wetenschap. Nou, ik ben echt trots op je. Yes. Dat heb je echt goed gedaan. Oh. Oké, je hebt het nu ingenomen. Ja. De inwerktijd van truffels is ongeveer een half uur tot een uur. En na ongeveer een uur tot anderhalf uur zit je op je piek. De werkzame stoffen in truffels zijn psilocine en psilocybine. En die werken eigenlijk als je lichaams-eigen serotonine. Dus je gaat je waarschijnlijk straks wat blijer voelen. Al je zintuigen komen op scherp te staan. Dus kleuren, geluiden, geuren ga je intenser beleven. Mm-hmm. En er kunnen ook dingen gaan bewegen die eigenlijk niet bewegen. Vet. Ja. Ik ben echt benieuwd. Nou, Bastiaan is natuurlijk een ervaren tripper, dus jij durft het wel aan op de boot. Maar pas hier wel mee op, vooral als je een beginnende tripper bent. Want met truffels kunnen alle zintuigelijke prikkels wel heftig worden. Uh-huh. En zorg dan gewoon dat je in een vertrouwde omgeving bent. Een rustige omgeving met iemand die je kent. Ja. Ja, ik voel nu wel dat het nu inwerkt. Maar ik heb nu, als ik hier kijk, lijkt net over het water zwemmen. Maar ik zie het ook aan je, want je ogen zijn nu wel een beetje zo... Ja? Alsof je heel erg dronken bent of high of zo. Alleen ik ben wel een beetje misselijk, dat wel. Ja, snap ik. Want dat komt denk ik waarschijnlijk door wat je net hebt gegeten. Ja, die smaak en zo. Dan vergeet die smaak. Ja.
Wat zie je allemaal om je heen? Nou, ik vind die bomen vind ik echt vet mooi. En dan die gebouwen daarachter ook, dat vind ik gewoon vet. Ik vind Amsterdam gewoon mooi hoe het gemaakt is, toch? Als je zo is naar het kijkt. Ook wel. Die architectuur en zo, ja, van die huizen. Je ziet die tunnel nu. Zo. Ik weet niet, ik vind het gewoon mooi. Maar wat vind je er mooi aan? De vorm. En als je dan daar doorheen gaat, ik weet het niet. Het is heel dom. Maar het is gewoon net of die tunnel zo gloed heeft of zo. Zo'n lichte... Ja, ik weet niet, ik kan die uitleggen. En ik heb ook net of die huizen, die staan een beetje naar voren. Dat ze omvallen, soort van. Oeh. Amsterdamse huizen staan sowieso al best wel naar voren, toch? Ja, een beetje scheef, maar niet echt naar voren. Oh, dat zie ik nu wel. Dat ze zo staan, een beetje zo. Oh. Maar niet dat ze op je gaan vallen. Nee, dat niet. Nee. Dat zou echt heftig zijn. Oh nee, maar dat is te heftig. Ja? Ja, dat is ook wel heftig. Weet je wat het gewoon is? Het is gewoon zo moeilijk om allemaal aan elkaar vast te koppelen. Het is maar dat heel hoeft niet. Intense. Je hoeft het niet aan elkaar vast te koppelen, toch? Nee, dat is waar. Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb de tijd van mijn leven. Oh, wow. Nu ging ik... Wow. Nu, als ik naar die muur kijk, dan gaat het helemaal bewegen. Ja? Wow, ziek. Wow. Maar de stenen of wat? Ja, gewoon helemaal. Dat helemaal. Ja, nu niet. Nu ben ik er dichtbij. Wow. Die muren beweegt helemaal zo. Hi. Hallo, ik moet ook de hele tijd fucking hard lachen. Ik weet niet hoe het komt, ja, maar ook is... gewoon huilen van lachen. Maar ik had helemaal niet verwacht met truffels dat je zo extreem... hoe heet dat? Visueel. Op je visueel dat zag. Ja. Ik kan ook heel moeilijk uit mijn woorden. Nee hoor, je doet het goed. Dat je visueel niks niet zoveel ziet. Nou, het kan heel visueel zijn. Als je hogere doses neemt, dan ga je nog veel meer dingen zien. Het is wel even chill zo. Toch? Ja, dat denk ik ook. Ik had vroeger ook de hele tijd heel hoog in mijn energielevel zat of zo. En nu ga je weer omlaag. En nu ga ik weer omlaag. Het is echt met emoties en zo. Het is best wel een trip, soms zeggen een druk waarbij je met je emoties best wel schommelt. Want net was ik echt, nou toen kon ik echt overal om lachen. Nu eigenlijk nog steeds hoor. En ik moest huilen. Maar nu had ik dan zo chill lig. Nu is het ook wel weer goed. Gewoon chill. Gewoon even genieten van alles. Ja. Ja. Ja, je zintuigen zijn natuurlijk helemaal door de war nu. Want ja. En je hebt truffels genomen, dus alles wordt versterkt. En je zit op een boot. Ja, daarom. Dus het versterkt er gebeurt elkaar zoveel. Ja. Nou, combineren van drugs is altijd extra riskant en onvoorspelbaar. Als je bijvoorbeeld truffels combineert met blowen, dan kan je trip heel snel omslaan van een goede trip naar een angstige trip. Kun je last krijgen van... nare gedachtes en dan kom je dus in een bad trip. En ook als je het combineert met iets als ecstasy, dan kan je trip verhevigen of verlengen en kan je in paniek raken. Dus we raden sowieso altijd af om drugs te combineren. Wat zie je als je ogen dicht hebt? Ik zie allemaal kleuren en ik zie zo'n... En nu zie ik een regenboog trouwens ook nog voorbij komen. En ik zie zo'n ding, zo'n spiraal, weet je wat? Zo... En wat vind je mooier, het uitzicht of met je ogen dicht? Uitzicht, want als je ogen dicht doet, ben je zo in jezelf of zo. Dat is wel leuker. Kan je voor me kijken. Ik vind die bomen gewoon heel interessant. En die kleuren van die huizen, kleuren vind ik gewoon echt leuk. Het is elke keer weer opnieuw. Dat is vet. Lichamelijke afhankelijkheid van psilocine treedt niet op. Je lichaam ontwikkelt namelijk onmiddellijk tolerantie voor de stof. Dus 2 dagen achter elkaar gebruiken heeft ook gewoon echt geen zin. Maar het is sowieso gewoon beter om het bijzonder te houden en enkele maanden te wachten voordat je het weer doet. Waarom zou je dit 2 dagen achter elkaar doen? Kan je niet inkomen? Nee, natuurlijk niet. Het is leuk voor een keer, maar ik zou niet denken van nou doe ik morgen nog een keertje. Nee, omdat het zo heftig is. Ja, het is wel heel veel, heel overweldigend en wel leuk. Maar ik denk, als je het een keer doet, als je voor de eerste keer dit doet, hé, de poesieboot. En je bent ook heel snel afgeleid, hè? Het is ook logisch, want door truffels worden je denkprocessen associatiever. Dus je legt allerlei verbanden in die je misschien normaal niet zou leggen. Ja, precies. En het kan zorgen voor hele verrassende inzichten. Maar het kan ook, als het slecht gaat, zorgen voor psychotische denkbeelden. Sowieso als je mensen hebt in je familie die last hebben van psychoses, of als je zelf ervaring hebt met psychoses, is het af te raden om truffels te gebruiken.
Omdat truffels dus je zintuigen versterken, kan het ook op een gegeven moment zo intens worden dat je het eigenlijk niet meer leuk vindt. Mm-hmm. En dan kan je trip omslaan in een bad trip. Dan is het belangrijk dat je gewoon de rust opzoekt, dat je in een vertrouwde omgeving bent en dat je probeert die indrukken iets te verminderen. Ook is het heel belangrijk om nooit te verzetten wanneer je een slechte trip hebt tegen slechte gedachten, maar om gewoon proberen om alsnog go with the flow te gaan en het over je heen te laten komen. Hoe is het bij jou? Oh, ik zat helemaal in je paal, maar ik hoorde net totaal niet wat je aan het zeggen was. Ik luister alleen naar je stem. Kan je je voorstellen dat het om zou kunnen slaan? Ja, zeker. Okay. Ja, zeker wel. Dit was Drugslab voor deze keer. Nee, we gaan kijken hoe ik me morgen voel. Ja, dat wat ik nog zeggen. Ik ben heel benieuwd hoe jij je morgen voelt. Ik ook. Met een gordijn in een zwart gat. Zoals jullie zien op de boot ging het allemaal goed. Ik had het superleuk. Ik had een slappe lach de hele tijd. Maar toen ik thuis kwam ging het allemaal een beetje mis. Ik was thuis en opeens komen alle muren op me af. Ik kreeg het heel erg benauwd. En ik had echt een heel angstig gevoel. Dus ja, ik zat eigenlijk gewoon in een bad trip. En dat was heel naar. Dat was echt heel kut. Het heeft denk ik wel 1,5 uur geduurd totdat ik eruit kwam. Ik werd wel na de tijd wat rustiger, maar echt dat angstige gevoel, dat ging echt pas na 1,5 uur weg of zo. Dus dat was gewoon heel vervelend en waarschijnlijk komt het omdat het op de boot gewoon superleuk was. Ik had naar mijn zin en dan kom je in een andere omgeving en dan is dat leuke weg. Dan raak je in paniek en ja, daarom is dit waarschijnlijk gebeurd. Dus ik wil eigenlijk wel zeggen, als je truffels gaat doen, echt zorg ervoor dat je een goede setting, goede set. Gewoon dat je je lekker voelt, dat je lekker in je vel zit en dat het gewoon leuk is. En dat je gewoon echt wacht tot je uitgespaced bent, tot je ergens anders heen gaat. Nou, dit was Drugslab voor deze week. Ben jij nou benieuwd naar een ander soort drug? Of heb je ook nog een leuke setting? Laat even weten in een comment en like en abonneer. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!